Welkom hier in Vught. Ik word al een beetje duizelig, want ik zit in de draaimolen op dit moment hier in Vught, waar Koninginnedag al volop begonnen is. We gaan vandaag kijken hier in Vught en we gaan ook kijken in Den Bosch, want er is hier volop Koninginnedag in de regio. Is het allemaal van jullie wat hier op tafel staat? Ja, dat is allemaal van ons, ja. We hebben nog niet veel verkocht, maar we hopen dat het nog beter gaat vandaag. Ja, dus wat staat er allemaal op tafel? Ja, allemaal spellen en allemaal speelgoed en heel veel voetbalplaatjes. Heel leuk, allemaal. Hoe gaat de verkoop tot nu toe? Nou, niet zo heel goed. Ik heb nog niks verkocht. Nog niks verkocht? Nee. Hoe komt dat? Dat weet ik nog niet. Ja, ik zit er ook pas net 10 minuten, dus het komt nog wel. Vertel eens, wat heb je allemaal in de aanbieding vandaag? Nou, eigenlijk van alles wel een beetje. Vertel eens. Biljarttafel. En wat tennisrackets. En een... Wat is dat? En dat is een Nerf geweer. Wat? Een Nerf geweer. Een Nerf geweer? Ja. Wat kun je ermee doen? Schieten. Werd het in de film gebruikt of zo, een Nerf geweer? Nee, niet, maar gewoon... Maar waarom heet dat Nerf geweer dan? Geen idee. Echt geen idee. Dat is net iets te weinig. Ja, 57. Ja, dat is goed. Welke? Ja, deze. Ja, die nerfgeweer natuurlijk. Ja, dat is prima. Jij denkt van, ik koop een nerfgeweer. Ja, dat lijkt me wel mooi. Wat is dat eigenlijk, een nerf? Ja, ik zie wat het is, maar is dat in de film of zo? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja, het is, ja, gewoon, volgens mij komt deze oorspronkelijk uit Amerika. In Amerika heb ik deze besteld. Oké. Hey, en 57, Hij is mooi en hij komt uit Amerika, dus ik denk dat is wel die prijs waard. Wat ga je ermee doen? Ga je er echt mee schieten ook nog, of niet? Nou, je vriendjes of niet? Want volgens mij maak je wel de blitz met dat ding, of niet? Nou, ik denk dat ik misschien met andere kinderen wel mee kan gaan schieten en zo. Wat vind je ervan dat het Koninginnedag is vandaag? Want je hebt een oranje strik om, zie ik. Nou, het is natuurlijk wel heel leuk, want je kan jouw rotzooi kopen of verkopen. Dus het is gunstig voor iedereen. Dat vind je echt wel bij Koninginnedag horen, rotzooi kopen en verkopen. Ja. Jij ook? Ja, dat is eigenlijk wel. Je verkoopt eigenlijk gewoon je rotzooi, je krijgt er geld voor. Dus het is, vind ik eigenlijk wel fijn. Nou. Het is je kamer ook meteen een beetje opgeruimd en... Oké, ja. En je verdient ook nog eens iets, hè? Ja, inderdaad. En wat ga je dan kopen straks als... Nee, ik weet het nog niet. Het gaat op de spaarbankboekje. Ja. Zie je er mooi uit trouwens met die hoed op? Dankjewel, vind ik ook. Ben je zelf ook een beetje van jezelf? Heb je ook zoiets van mijn Koninginnedag vandaag voor de koningin? Niet echt iets. Nee. Maar toch, oranje hoed op. Ja. Ik denk dat is goed voor de verkoop misschien, of niet? Dat dachten we, maar ja, nog niet echt resultaat. Misschien omdat jij hem niet op hebt staan dat het niet zo goed gaat met de verkoop. Nee, ja, kriebelt. Hij kriebelt? Ja. Hey, vertel eens. Willen jullie dit echt allemaal kwijt dan? Ja. En waarom dan? Omdat we er vanaf willen. Ja? Ja, en we natuurlijk wel wat verdienen. Ja, wat denk je dat dit nou op gaat brengen zo vandaag als alles verkocht is? In je dromen? Ik denk 500 euro. Doe maar, dan ga je lekker op vakantie of niet? Ja, echt wel. Ga je een PlayStation kopen? Kan ook. Moet je even zien. U bent de oranje slingers aan het ophangen. Heeft u ook zo'n oranje gevoel vandaag? Ja. Vertel eens, wat heeft u met Koninginnedag? Wat over nou? Okay. Is het moeilijk? Een beetje moeilijk, ja. Voor woord dan. Ja. En wat heeft u met onze koningin? Leuk. Ja. Jij vindt onze koningin leuk? Ja, heel leuk. Ja. Waarom?
Ja, speciaal voor het land. Ja. En wij hebben ook, ook koningin daar bij. Ik kom uit Thailand. We hebben de verjaardag van mijn koningin. Koningin Bhumibol is dat, hè? Bhumibol, ja. Ja, de koning. En de koningin Sirikit. Ja. Ja, die worden ook heel erg vereerd in Thailand, heb ik begrepen. Hè? Van... Die zijn heel erg belangrijk in Thailand, ja, hè? Ja, voor Thai people, ja. Maar nou is het een beetje Koninginnedag, dat vinden we ook leuk. Ja, heel leuk. Ja. In het begin wel apart. Apart dan in Thailand. Ja, iedereen gezellig, vrolijk, ja. Lag deze meneer bij u op zolder? Ja, echt wel, voor bescherming. Ik was af en toe eenzaam. Dus. Wel eens, wat is het verhaal achter die meneer? Dat is een Abraham. En die hebben we over. Dus iemand anders mag hem gaan gebruiken. Iemand die bijna 50 wordt of zo? Oh, op die manier. Die mag hem gaan gebruiken. Wat kost Abraham? Wat moet die kosten? 10 euro. Misschien kan ik wel meenemen. U mag hem meenemen. Heeft u wat tips voor mensen die hier op de markt staan om hun spullen te verkopen? Hoe doet u dat? Oh, ja, goed onderhandelen. Gewoon afdingen. En gewoon dan even afwachten. Als je het wil hebben, gewoon kopen. Maar ziet u dat dan in de ogen van de mensen, of ze het willen hebben, ja of nee? Ja, dat zie je echt. Let u daar ook op? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat moeten we altijd doen, hè? Denk van, nou, dan ga ik even iets hoger zitten als ik eigenlijk had gewild? Uiteraard. En dan komen we toch op mijn prijs uit. U staat ook met oranje slingers. U vindt het ook leuk, Koninginnedag? Ja, vind ik heel leuk. En dat iedereen daar kan zien. Ja, ook mooi, heel mooi de vrouw. Mooi de koningin. Maar hebben ze dit ook in Thailand, zo'n rommelmarkt en zo? Ja, dat misschien wel. Ja, dat sommigen hebben, ze leven in Nederland. Ja. Als het, is er ook een koningsfeest, zou ik zeggen, in Thailand? Als de koning jarig is, wordt het ook gevierd? Ja. Ook vieren de hele landen, vieren van de koningen. Ja. Dankjewel, veel plezier nog vandaag. Ja. Je bent mooi oranje. Wat heeft u met de koningin vandaag? Ik vind het een prachtmens. Een mens met kracht. Vanwege ook het verhaal Friso en zo, of niet? Alles. Ze heeft zat meegemaakt. Maar ze hoeft nog niet weg wat u betreft. Ze mag nog wel even blijven. Willem-Alexander hoeft er nog niet op te volgen. Jawel, vind van wel. Ze mag nou gaan genieten van de kleinkinderen. En dan een koning in plaats van koningin. We hebben Koningendag op 30 april misschien. Ja, of twee dagen eerder, hè. Kan ook nog. Dan is hij echt jarig. Ja, dat is hij echt jarig, ja. En daarom. Houdt u dat een beetje bij, het Koningshuis? Nee, niet zo. Nee hoor. Ik vind het gewoon leuk. De zon komt mooier op die dag dan anders. Op het moment dat je je ogen opendoet. Heel de kamer is totaal veranderd. Wat scheef was, het blijkt in een keer goed. Ze zijn allemaal zelf gemaakt en u kunt ze ook meenemen. En ze zijn gewoon super lekker, met glazuur en zonder glazuur. Heb je ze al geproefd? Ja, al twee. En hoe smaken ze? Heel lekker. Ja? Vertel eens, heb je ze zelf gemaakt dus? Ja. Hoe heb je dat gedaan? We hadden eigenlijk gewoon meel en deden we eieren erbij en melk. En die gingen we mixen en toen ook wat suiker erbij. En toen kwam er zo'n, zo'n deeg en dat deden we in de oven. Eerst in cakevormpjes en toen in de oven. En toen kwamen de cakejes uit en toen hebben we de glazuur opgedaan en ook zonder. Ja. En hoe gaat de verkoop? Hoeveel heb je er al verkocht van de cakejes? Dat weet ik niet, maar we hebben wel best wel veel geld. En heb je het allemaal al verkocht? Nee, niet allemaal, want we hebben nog heel veel. We hadden namelijk 79 cakejes. 79 cakejes? En wat ga je doen met al dat geld dat je vandaag verdient met die cakejes? Dat weten we nog niet. Nee? Gaat het naar de bank of ga je er iets moois van kopen? Misschien gaan we er iets moois van kopen of we gaan de... Ja, op de bank zetten of zo. Ja, maar je moet er nog even over nadenken wat je dan wil gaan kopen. Ja. Wat vind je ervan dat het vandaag Koninginnedag is? Superleuk. Ja, waarom dan?
Het is altijd gewoon zo gezellig hier. En ja, het is gewoon leuk. Vind je van de koningin? Aardig. Ja, waarom vind je haar aardig dan? Wat is ze daar zo aardig dan aan de koningin? Gewoon, ze lacht en ze is altijd heel vrolijk. En dat vind ik wel leuk. Ik wil graag 2 cakejes alsjeblieft voor mijn cameraman en voor mezelf. Dat is 1 euro. Oké. Met glazuur. Nou, ik lust wel met glazuur. Jij ook met glazuur? Oké. Nee, we nemen ze mee. We gaan ze dadelijk opeten. Nee, we nemen ze zo mee. Alsjeblieft. Ja? Dankjewel. 2 cakejes. Dan gaan ze zo dadelijk opeten. Opvouwen. Moeten we even demonstreren. En dan stop je hem zo in je koffer. Heb je altijd een extra tas voor als je te veel gewinkeld hebt als je met vakantie bent. Je klapt hem uit, ideaal voor op het strand. Nou, koop je. En wat ook doet is, wat elke vrouw fijn vindt, je kan hem zo dragen. Zo. En je kan hem zo dragen. Niks mis mee. Nou, ik zou zeggen, koop hem. Waar staan jullie voor de mensen als ze hier nog de tas willen kopen en ze zien het? Wij staan in de Dorpsstraat, in Vught. De pinautomaat, want dat kan bij ons zowel contant als met pin betaald worden. Ja. Volgens mij goede deal. Ja, kom en haal hem op. Ik ga gewoon de poppen uit voor de dochters. Ja, daar ben ik. Wat heeft u gekocht? Ik heb verder nog een barometer, een hygrometer gekocht. Een hygrometer? Ja. Maar wat heeft u in de handen? Voor poppenhuis spullen. En dat is voor in het poppenhuis wat we hebben staan van onze kinderen en nu voor onze kleinkinderen. Ja? Even kijken, wat is het? Het is een kastje, zie ik. Kastje. En een bankje. En nog een, een soort dressoir achter iets, hè? Ja, helemaal. En ja, het is juist van hout en dat vind ik veel leuker dan al dat plastic. Ja, de kinderen hebben ermee gespeeld en de kleinkinderen zijn er nu mee aan het spelen. En nou probeer ik het poppenhuis nog wat voller te krijgen dan de tijd bij de kinderen. Ja. En opa vindt het heel erg leuk. Speelt opa wel eens mee met het poppenhuis of niet? Nee, opa is alleen verzamelaar. En probeert dan, laten we zeggen, dit neem ik gewoon toevallig mee hoor. Ik verzamel zelf kinderschuivertjes. Wat verzamelt u? Kinderschuivertjes. Wat zijn dat? Dat is het voorloper van een mes voor een kind. Daarmee leert een kind met zijn linkerhand te eten. Je schuift dus je eten. Het zijn van die dingen die bij het bestek zitten. Je schuift je eten op je vork of je lepel. En als je rechtshandig bent, leer je dus met je linkerhand te eten. Oh ja, maar dat mocht vroeger niet, hè? Je mocht vroeger niet links eten, hè? Jawel. Nee, ik zeg expres voor iemand die rechts is om met zijn linkerhand te eten. Oké. Okay. Goed, of iemand naar links of rechts mag eten, dat maakt mij niet uit. En die kinderschuivertjes, die kun je voor allebei de dingen En hoeveel gebruiken. Kinderschuivertjes heeft u dan als u die verzamelt? Durf het niet te zeggen. Het zijn er heel veel. Honderden? Ja. Ja, iemand kan maar iets verzamelen, denk ik dan. Ja, nee, daarom. En ik ben op dat gebied de enige verzamelaar van Nederland. En ik verzamel van die dingen. En ik vind het ontzettend leuk. En kaasduimen, maar dat is iets waar helemaal niemand kent. Wat is dat dan? Kaasduimen moet je voorstellen, 2 kroonkurken met pinnetjes eraan. En die stop je dus in een stuk kaas aan allebei de kanten. Dan kan je dus kaas vasthouden tussen je duim en wijsvinger. Zo op deze manier. Ja, dat is een stuk kaas nou. Ja. En dan worden je vingers niet vet als je kaas schaaft. Dat is iets helemaal apart. Dat is alleen maar een Hollands artikel. Nou, kaasduimen. Mensen leren nog eens iets. Ja, daarom. Ja, dus kinderschuivertjes en kaasduimen. Oké. Fijne dag nog. U ook. Hetzelfde. Ja.
Benito! Ja!